Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou ja, de enige echte kermis. De enige echte kermisexpert ook. We gaan natuurlijk naar allemaal kermis toe. En we zijn nu in. Waar zijn we nou? Oh ja, dan moeten jullie maar niks zeggen, hè? We zijn in puntje allemaal kijken. Ja, oh ja, je mag het wel zeggen. Oh, je mag het wel zeggen. We zitten in Alphen aan de Rijn. Alphen aan de Rijn. Ja, dat hebben ze eigenlijk ook al in de titel gezien. Hij is er weer. Nou, we zijn in Alphen aan de Rijn, jongens. Jullie hebben het ook in de titel gezien. Nou, hier weer een breakdance. Dat is de derde kermis die een breakdance hebt. Hè? Staat overal. Dadelijk Barendrecht had een breakdance. Dadelijk in die andere ook. Puntje. Er staat ook een puntje. Nou, in ieder geval, ja, de kermis in Alphen aan de Rijn. Ik heb al een hoop kermis gedaan. Ik was hier nog nooit geweest, Alphen aan de Rijn. Nou, hier de Cubese Jumbo's. Nou, hier dan de breakdance, jongens. De breakdance, lekker hoor. Toch wel een knalletje. Dus ja, we gaan even kijken. Ik ben alleen mijn aansteker kwijt. Graag, geef ze aansteken. Geef eens vuur. Vuur. Waar is jouw vuur ook? Ja, die weer kwijt. Moet ik even opzoeken. Ik heb geen vuur. Nou, ga maar filmen. Waar is aan? Aansteker uit 1930. Aansteker uit dingen, hij doet het. Maar in ieder geval, nou, security, gezellig, kunnen we weer. Krijgen we hier ook een filmverbod? Ja, joh. Dus, maar goed, in ieder geval, we zijn op de kermis, jongens. Dat is eigenlijk het belangrijkste, hè? Toys World. Het is gewoon aan twee kanten, is het gewoon, joh. De Lucky Coin Pusher. Ja, dat is hier de fotoschietsalon. Te schieten. Ik kom bijna niet meer aan woorden. Maar ja. Deze loopt echt verschrikkelijk lang door. Hè. Hij loopt helemaal tot aan het einde. Loopt helemaal. Het is gewoon één hele lange straat. Met echt allemaal kermisdingen. Nou ja, kermisattractie. Vroeger heb ik alleen nog maar winkeltjes gezien. In ieder geval standjes. Hier ook de hitzone. Ja, de hitzone. En je hebt hier achter hem een heel groot park. Het is gewoon in een heel groot park is het. Nou, hier de mega cranes. Hier de jungle bungee. Voor de kinderen hier de circus convoy. We hebben daar nog een van een loophuis hebben we daar zo. Ook altijd leuk, hè. Ik heb dit jaar en vorig jaar heb ik eigenlijk geen loophuizen meer gedaan. Ik weet nog wel, toen ik begon met kermissen, deed ik altijd die loophuizen. Maar ja, aan de andere kant, als je er één gezien hebt, dan hebben ze het allemaal gezien. Want deze is ook weer gewoon precies hetzelfde. Moet je door dat waterparcours heen, op een gegeven moment daar zo. Dan ga je hier erdoor, ga je naar boven toe waarschijnlijk. Dan ga je nog meer naar boven en dan op een gegeven moment moet je naar beneden en dan... Als laatste, of meestal als, nee, als eerste volgens mij. Nee, ik had twee keer al een kringetje was aan het begin. Ik denk dat dit aan het einde is. Maar normaal zit hij altijd aan het begin. Dus ik weet niet echt niet hoe die zit. Maar goed, in ieder geval, ja. Ja, echt een grote kermis, jongens. Er zit wel een hoop tussen, wat, waar niks staat. Kijk, bijvoorbeeld hier, hè. Staat een hele open plek. Dat wel, ze zijn heel erg verspreid, zijn ze. Nou, hier de Miami Trip, hey. Die kennen we natuurlijk uit Brielen, hè. Een beetje in Brielen stoffen.
trip. Oh ja, dit is het einde dan. Dit is het einde, ja. Ja, groot. Groot is die. Maar ik vind wel dat er veel open plekken in zitten. Ja, maar ja, je kan niet altijd alles dicht hebben. Wel open, maar kijk, bijvoorbeeld daar zo. Heb je ook weer een hele open plek. Dus maar goed, in ieder geval ja. Leuk. Het ziet er leuk uit. Yes. Nou, we zijn inmiddels weer vooraan. Zijn we hier voor weer. Maar ja, het staat echt, het staat er helemaal uit elkaar. Staat het. Dit had makkelijk op één plek kunnen staan. Maar dit is ook een testlocatie. Voor mij, voor hoorde Ger, Ricardo hoorde ik, of Ger, die zei van... Normaal staat deze kermis altijd op een andere plek. Hè? Normaal staat hij op een andere plek, staat de Ridderhof. Ja, daar staat hij normaal. Ja, waar de schietpartij geweest is. Ja, daar zo. Daar staat hij normaal altijd. Dus dit is de eerste keer dat hij hier staat. Dus ja, het is om te testen. Nou,
kunnen ze volgende keer kunnen ze wat meer attracties neerzetten. Want het is echt alleen maar. Een lange straat met allemaal van die dingen allemaal. Er staan hier de koesten. Er staat hier nog Big Jungle Adventure. Die stond in Vlaardingen. Toen ben ik gevraagd hoe oud ze was. Oh, joh. Ja, de bomben. Ja, die stond in Vlaardingen. Stond die, alweer 3 weken geleden, 4 weken geleden alweer. Mag dat niet slapen zijn? Dat is voor mij echt alweer 3, 4 weken geleden. Dus ja, dat was die attractie, ja. De Bombay. Nou, hier de crazy jumbo's en de breakdance daar zo. Dus ja, dat is eigenlijk zo'n beetje de kermis in Alphen aan het Rijn. Sta lekker hoog. Lekker hoog. Nee, je staat voor mijn mel, sta je. Je moet je muil houden. Je moet je muil houden. Voor de mensen verleiden. Wat zeg je nou? Voor de mensen verleiden. Ja. Nou, dat zeker weten, ja. Hey, hou jullie een beetje in, want dan stop je alle twee in die draaimolen hier. Oh, nee, we geven elkaar gelijk, juist. Dat is het. Oh, dat was het. We geven elkaar gelijk. Ja, zo ongeveer pak een beetje. Ja, dat is die attractie die ook in Vlaardingen stond, hè? De bomben. Ja. Aardig dingetje hoor. Ja, mooi.
Alleen dat hij en zo. Look out, here we go. Oké, dat hier. En zo. Okay, good deal, let's go. Okay, we got the other one. Alright jongens, hou je goed vast en doen we nog een keer. Wat veel rondje. Hinalen. Motherfucker, go! Yes.
Hier al bij de bandplaats, de baan, de gassa, voor de nieuwe rit. Alleen gemak, alleen gemak, alleen gemak. Zo, nou met de breakdance achter me gaan we hier ook weer vandoor. Ja, het was niet echt een hele grote kermis, vond het wel een beetje tegenvallen. Toen we hier aankwamen dachten we, zo, dat is een grote kermis. Maar ja, het valt een beetje tegen. Ja, vooral dat middenstuk of dat eindstuk. Het waren eigenlijk alleen maar van die kraampjes eigenlijk, geen attracties. Dus ja, breakdance draaide wel weer ontzettend super. En dat was in Capelle eigenlijk ook. Hier draaide die ook best wel lekker, draaide die. Dus ja, met een shot van de breakdance, jongens, ga ik afsluiten. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken weer. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in, abonneer op mijn kanaal. Support mij, abonneer. En dan zijn we heel snel bij de 2000. Want we hoeven er nou nog maar 900. Dus we gaan langzaam gaan we richting de 1000 abonnees. Dus ja, het zou wel weer een mijlpaal wezen als we de 2K halen. Dat zou wel heel erg mooi wezen. Dus bedankt en tot de volgende vlog weer. Groetjes vanuit Alfa aan de Rijn. Hoi hoi!